Ja, ik heb ken Elisabeth Raps al een tijdje. Ik heb die ontmoet via Sint-Lucas. Ja. In de jury ook. En zij kende het werk. Ja. Was zeer geïnteresseerd zo in de background van het werk. En ik heb dan eens een lezing gegeven in Stockholm. Ja. Dat zij georganiseerd had voor een aantal voor studenten eigenlijk. Ja. En het was wel grappig. Ik kreeg plots een telefoon of dat ik een paar tekeningen over het huis kon lenen. Ja. En maar ze mocht nog niet zeggen waarvoor. Ah. Want dat was voordat de lijst bekend was. Ja. Dus niemand wist eigenlijk van wie zit die erbij. Dus dat was echt een beetje surprise. Ja, ja. En de eerste dag dat de lijst vrij kwam, that's the reason. Dat was wat grappig. Maar ik weet het niet, die mensen. Ik denk in de tijd van computers dat die tekeningen from the heart eigenlijk nog er wel te doen. Ja. Die tekeningen van het huis, ja, daar heb ik zo'n stapel van. Ja. Dus je ziet die maar. Want dus die rechtse tekening, dat is een wanhoop. Een wanhoop. Dat is een wanhoop. In welk opzicht? Ik wist het niet. Het begon aan mijn handen in te steken eigenlijk. En dan nog een keer opnieuw een paar lijnen, want er is geen één definitieve huis. In elk zit een element van wat het later geworden is. Maar als ik zo begon met zo'n kneedgom erin op een zwarte potlood, dan maakt dat een vieze regen. Ja, maar dat geeft een ander grafisch effect natuurlijk. Die zijn nooit, daar heb ik er wel altijd bij gezegd, het zijn geen kunstwerken. Ja. Ze zijn gemaakt in een aanloop naar een project. Dat is een ontwerpproces. Ik wil ze dus niet zo sacraliseren als zijn het puur artistiek. Ja. Dus ik vind dat zeer vervelend als ze daar proberen iets rond te bouwen dat eigenlijk zijn ze bedoeld om uiteindelijk tot architectuur te komen. Ja. En ik ben een bouwer. Dus ik vind het dan. Maar voor mij moet het zelfs omgezet worden in steen, beton en materie om ten volle architectuur te kunnen zien. Ja.